Nee, de pistool. Pew. Je moet de wereld niet kapot maken, je moet die robots kapot maken, toch? Pew. Oh. Oh, oh, oh. Je gaat een Suriname achter vent. Nee, dit mag er zo lang mee. Zo. Zo, die kleine maar. Die is verder de grote. Laat er alles uit te nemen. Welkom bij deze nieuwe vlog. Gaan we een nieuwe vlog van maken? Gaan we een IKEA haul van maken? Is dat goed? IKEA haul, want we hebben echt mega veel dingen gekocht. Kijk, we hebben. Zal ik het even gaan omdraaien? Kijk. Ik stort hem. Ze mochten allemaal wat uitzoeken. En Logan die heeft knuffels, die zullen we zo laten zien. En ze hebben allebei een plantje met een potje. Hier. Allebei voor op een kamertje. Precies hetzelfde plantje. En Logan die heeft een heleboel knuffels uitgezocht. Ja, die laten we. Laten we die gelijk even zien. Een jungelkamer gaan maken van zijn kamer. Ja. Dus hij heeft een... tijger. Een tijger. Een aapje. Een aapje en een slang. Oh, die ligt helemaal hier zo. Kijk eens. Dus daar kan hij dan mee vooruit. En samen dan met zijn bloempot. Een soort van rolletje. Kijk. Ja, een Burke die heeft hij al in het roze. Maar Loke nog niet. Dus je kunt hem aan zijn hoogslaper hangen voor zijn tablet. Maar kijk, en zo. Hier is er ook overheen. Dit is een... een tent voor Brooke. Want we wouden een klamboe. Maar we kunnen iedere keer geen leuke klamboe vinden. En deze is misschien ook wel heel erg leuk. Dus dan gaan we die proberen. En dan heeft ze ook nog een roze kussentje erbij uitgezocht. En ze wil graag het vierkante. Dus we hebben ook een vulling ervoor. Zelf heb ik deze nog uitgezocht. Ik vond deze wel heel lucht voor in de blauwe kamer. Licht kleurtje blauw. En dan heb ik ook gelijk gele en wat extra kussens. Want ik heb wel kussens. Met die ik met geel kan combineren voor de winter. Oh ja, dat kan ook. Dus ik heb natuurlijk wel kussens. Ik weet niet. Oh, je kan het zien. Ik heb al deze twee kussens. Dus er kunnen die gele dan bij. En dan kan ik daarna die donkere kussens vervangen voor de lichtblauw. En dan ben ik helemaal klaar voor de zomer. Met die extra dus. We hebben nieuwe van die bakken. Voor in, van deze bakken. Voor in logische kast, want die plastic witte die hij heeft, die zijn nu ja, best wel versleten en op aan het raken. Dus denk ik, daar zijn we er toch. En dan heb ik ook gelijk voor bij mijn blauwe kussens een blauwe deken voor over de bank. Lijkt me hartstikke leuk. En ik vond deze, we hebben nog steeds de bedspray over het bed heen liggen. Die Pascal zijn extra toen de tijd heeft uitgezocht. En ik was alweer toe aan iets nieuws. Dus deze is voor één persoon, maar dan kan je dan over het voeteinde heen leggen. Die hebben we ook gelijk meegenomen. Deze, we hebben al de tekenrol. En we hebben het gewone papier, maar hier zit al gelijk een printje op. Dat vond ik ook wel leuk, omdat ze me helemaal gek maken met weer een kleurplaat uitprinten. Waarvoor ik kwam? Een dunschiller. Nou ja, onder andere een dunschiller. Van die batterijtjes zag ik op de weg naar buiten nog. Dacht ik, ja, die kom ik altijd kortje nemen. Ik gelijk even mee. Plastic zakjes, altijd handig. Altijd fijn om mee te nemen. Natuurlijk de Zweedse balletjes. Ik heb gelijk twee zakken gedaan, want vanavond gaan we een eentje bij de spaghetti eten. En dan gewoon een eentje in de vriezer.
Ik dacht, ik neem er zo eentje mee. Want die had ik vroeger altijd, deed ik dan al de smoothies in. Maar die zijn bij mijn ex-man gebleven. Dus ik dacht, nou, een nieuwe. Dan kan we daar siroop in houden. Extra glazen, want ook dat was iets wat ik nodig had. Dus ik denk allemaal heel veel glazen. Want er zijn een aantal gesneuveld. En ik geloof dat dat het was. Nou, plantjes voor de kindjes. En oh, deze nog. Maar deze zijn niet voor onszelf. Ik heb 10 pakken van de Mala filstiften gehaald. En die heb ik ook met het geld van mijn werk betaald. Ik ga met mijn cliënt altijd naar een onderneming toe. En voor verstandige gehandicapten. En die vinden de stiften van IKEA zo fijn. Die zeggen, als je nou toch gaat. Hier heb je geld. Neem maar een pak of 10 mee. Het zijn 1,50 per stuk. Dat is hartstikke fijn. Dus ik denk dat ons huis weer IKEA-pimpt is. Maar het is dus vandaag zaterdag en we hebben alle kindjes. 4. Dus het is nog verbazingwekkend rustig in huis. Dat komt ook omdat het nog maar 10 uur is, wat ook best wel vroeg is. We hebben wel allemaal al gegeten. De zoon van Pascal die is naar een kinderfeestje. Dus die zien we toch om een uur of 2 terug. En dan hebben we daar weer gelijk verjaardag, dat is helemaal gezellig. Maar mijn weekend begon niet heel erg lekker, want ik heb gelijk een man veel. Ik zat aan het ontbijt en toen kreeg ik een berichtje in de hockey-app van Logan. En die is natuurlijk opgegeven voor wintertraining. Maar in mijn beleving was dat na het volleybaltoernooi afgelopen. Dat blijkt niet het geval te zijn, want er wordt een kindje muziek gemaakt voor de training. Dat is dat haar aan het doen, verschrikkelijk. Dus ja, ik had net aan Logan beloofd. Oh, lekker relaxe ochtend, want we hoeven vanmiddag weg. Dus mama gaat lekker schoonmaken. En nou ja, dan vraag ik me eens af wat hij eigenlijk naar de hockey had gemoet. En ik weet dat ik vorige week ook geen hockeyspullen aan mijn ex-man had meegegeven, omdat er geen hockeytraining was. Dus waarschijnlijk missen wij al een hockeytraining of 3. Niemand heeft bedacht van, goh, waar is Logan dan? Ja, en hij kan dus vandaag niet. En hij kan dus volgende week eigenlijk niet. Want ik weet dat mijn vader weggaat. Dus ik heb nu even gezegd van, goh, hey, in mijn beleving waren de hockeytraining al afgelopen. Maar tot wanneer gaat dat dan door? Dus ja, een beetje man veel. Want ik was ook degene die tegen mij gezegd. Nee, volgens mij is het nu afgelopen. Ze, ja, volgens mij ook. En we horen niks meer van. Zal dan precies moeten checken. Wat om de leven. Verder zat er voor mij ook niet heel veel excitings in de ochtendprogramma. Dat vind ik natuurlijk wel. En hè, het wordt wel een leuk weekend. Daar ga ik natuurlijk weer van maken. Maar mijn schoonmaakster die was natuurlijk zwanger. En die is nog steeds zwanger. Maar die is dusdanig zwanger nu dat ze dus eigenlijk nu al met de zwangerschapsverlof moet. Dus dat is eigenlijk al bijna 8 weken vroeger als ik had bedacht. Dus dit is pas half april uitgerekend. Nou ja, oké, 6 weken vroeger. Dus ja, er is niemand geweest deze week die even badkamers en de keuken gewoon gebeurd heeft gegeven. Dus dat is dan nu mijn tijd. Wat wil je, Brit? Deze unicorn. De unicorn? Wij gaan voor de unicorn tattoo. Weet je wat er hier? Hier, kijk. Een hele grote. Wauw, gaan we niet zo? Deze. En dit heb deze. Juist. Met welke zou ik de pinguïn doen? Of moet het hartje er nog bij of het hartje er niet bij? Geen maat erbij. Brooke, ga naar Brooke. Brooke, zeg. Zijn deze of deze? Of. Waar moet je hem hebben? Nee, die gaat niet op je voorhoofd. Nee, ook niet. Ga eens kijken, wat heb je? Oh, een sticker. Oh, dat is nog wel prima. Kijk. Zeg, deze die gaan er niet zo makkelijk af. Dus moet je niet meer voordoen. Kijk hoor, of deze, of de panda. Waar gaan we de unicorn plakken? Hier. Die moet je voorarm hebben? Ja. Dan ben ik net of deze. Oké, okay, je ziet al wat. Oh, hier. Ja. Oké, komt ie. 1, 2. Ik ga voor dit zakkiebel. Okay, ik ga voor dit pinguïntje. Ja. Komt je 1, 2. 1, 2. Komt je? Broek, eigenlijk moet je ook nog even zo'n regenboogje zo boven doen. Boven zijn kopje. Een regenboogje. En kijk eens hoe die gelijk is. Hij is heel goed gelukt. Moet hem nog wel even afspoelen. Moet je water pakken? Maar dit is wel... Kom eens. Oeh, deze is wel heel bad. Deppen. Dat ook een beetje warm. Maar even insmeren. Zoveel. Ja hoor, lekker smeren, heel je armpje. Heel? Ja. Je ziet hier gewoon eens niet meer. Goed zo.
Echt, zachtjes doen, hè? Zachtjes smeren, zachtjes smeren. Kom maar. Ik was hier. Ik was tappen. Oh, hij gaat weg. Maar jij gaat helemaal niet weg, joh. Moet je kijken hoe mooi die gaat glimmen. Kijk, die is wat een hele koele. Zal ik je even laten zien? Even zo, hè? Oh. Ik zou gewoon je armpje recht doen. Je armpje even recht doen. Gewoon zo. Kijk eens. Ik wil even mijn hout lekker smeren. Lekker smeren, smeren. Oh, here you are. Face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind all the smokers in the bathroom. I don't care at all, baby. You got my attention. So you were saying. Het is 10:00 op een zaterdagavond en ik ga douchen in mijn bed. Ik ben helemaal gesloten, ik ben helemaal op. De kinderen hebben eigenlijk sinds gisteravond ons alleen nog maar getest en getest en uitgedaagd. En de grens opgezocht en er continu overheen gaan en niet luisteren als ze terug moeten naar waar we dat achterzaal vinden. En opmerkingen maken, met elkaar moeien, op irritatiegrenzen zitten. Het was echt even pittig. Ik niet goed genoeg moet. Als ze niet meer luisteren, dat je 100 keer iets moet vragen. Continu compromis moet sluiten. Of continu zeggen van, hé joh, ga even uit elkaar. Hoewel ik vandaag die twee jongens niet heb gezegd dat je gewoon ziet dat ze net te doen met elkaar spelen. Dat het niet meer leuk is. Dat één kind wel lacht, maar dat het lacht als een met iets. Dat, dat je denkt van, oeh, jongens, het gaat zo fout. Ga even uit elkaar. Ga even het op jezelf leuk hebben. Ga even wat anders doen. Hoewel ik al niet in één kindje naar een ander kindje word zeggen, bemoei je met je eigen zaken. Hoeveel discussies er al niet zijn geweest vandaag. Van, doe je nou? Weet je, wat is dit? Wat is dit? Oh my god. Ik hoop echt dat Mark beter had. Dat ging op zich op de verjaardag zelf, ging het gelukkig wel goed. Er waren twee momenten dat de kinderen elkaar echt heel erg aan het irriteren waren. En dat echt vanaf een afstandje waren van oeh. Weet je, in een ballenbak en keihard ballen naar elkaar in het gezicht gooien. Hoe ja, ging het leuk, toen kan ik nog ontwijken. Maar ja, dat het maar één raak te zijn en dan is het natuurlijk gewoon één drama. En op een gegeven moment kwam Brooke naar me toe dat een van de jongens, die had een Lego blok, zo groot Lego, van Fleur de huis afgehaald. En Fleur was helemaal er niet mee eens. Ze wou niet luisteren en we hoorden op een gegeven moment, bemoei je met je eigen zaak. Ik dacht, dus dat drains je echt gewoon. Dus dat is wat even delen. Mocht je zelf stiefmoeder zijn of dit herkennen of wat dan ook. Doe me niet alleen. Wij hebben het ook. En dan is mijn vier kinderen heel veel. Dus we gaan douchen in de bed. We gaan er een einde aan breien. Hopelijk gaat het nu weer wat beter. Zoals ik zei, bij de verjaardag ging het goed. Na bij het douchen en zo uit nog een paar strubbelingetjes. Dus ze gaan in ieder geval allemaal slapen nu. We hopen dat we morgen een leuke dag kunnen maken. Maar dat zijn wel de weekenden dat je even goed lekker vrij weekend. Fijn. Ja. Ik wil het ook graag leuk hebben, maar soms moet je het gewoon per dag pakken. En soms zelfs per uur. En zelfs vandaag per 5 minuten. En alles komt ineens. Ook al vandaag.